Wij zien in de gemeentes dat er jongeren zijn die vaak al heel veel hebben meegemaakt, die schulden hebben, soms psychische problemen, een verstoorde relatie met hun ouders en die vaak ook geen dak meer boven hun hoofd hebben. En deze groep jongeren die willen wij met het bouwdepot helpen om weer een opstap te maken, om verder te gaan met hun leven. Het bouwdepot is een lerende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze jongeren krijgen met begeleiding een jaar lang onvoorwaardelijk en vanuit vertrouwen een bouwbudget. Het is eigenlijk een leer- en leefgeld om hun leven weer op orde te krijgen. We zijn gestart met een eerste groep van 10 jongeren. Daar is ook een evaluatierapport van. En daarin hebben we al kunnen lezen dat deze financiële rust deze jongeren al geholpen heeft om van overleven naar leven te komen en na te kunnen denken, wat wil ik nu met mijn leven en wat kan ik? De jongeren hebben ook meer vertrouwen gekregen in zichzelf en in de omgeving. Dus dat is voor Stichting Zwerfjongeren Nederland al een enorme winst. Wij zien dat jongeren met behulp van het bouwdepot zich veel meer kunnen focussen op wat zij echt nodig hebben, wat zij echt willen, waar hun passie ligt. En dat maakt ook voor ons als begeleiders dat wij ook weer ons werk kunnen doen als begeleiders en niet continu zitten op het financiële stukje en de financiële onrust. Wat wij zien op dit moment is dat de participatiewet onvoldoende ruimte biedt voor deze kwetsbare doelgroep. Daarom zijn wij gestart met het bouwdepot, zodat deze jongeren niet alleen hoeven te overleven, maar ook echt kunnen leven. En wij denken dat dit op de lange termijn een mooie investering is en dat het ook echt wat oplevert. Het bouwdepot is deelbaar met de toolkit die we ontwikkeld hebben voor zowel de begeleiders als de ambtenaren van gemeentes. Dus met deze toolkit kunnen ambtenaren en begeleiders direct met de aanpak bouwdepot aan de slag. Wij, de gemeente Eindhoven, Amersfoort, Rijnstreek en Groningen en Stichting het Bouwdepot investeren in jongeren in een kwetsbare positie met de aanpak het Bouwdepot.